hier ook. Ja. Daar gaat het om, hè? Ja. Hier ook, bij Loxia. Dat moet je opnames maken. Ja, niet te donker maken, hè? Ja, niet te donker. Niet te donker. Zo is goed, of niet? Of iets, hè? Of half? Ja, maar dan moet je nog even zoet invallen. Moet je mij even nemen? Ik wil een beetje over van met de Shemmarkt, want ja, jullie hebben wel de mooiste kraam toen uit. En eigenlijk hebben we een hele mooie kraam, ook een heel mooie plaquette. Nou, dat is er toen niet van gekomen, je kunt dat helemaal vergeten. Dus het doet me heel snel wat in elkaar de vlans van iets zwart-wit. Nou, dat past natuurlijk niet bij zo'n fleurige markt als een Shemmarkt. Nee, nee. Dus ik heb in ieder geval hierin nu een beter exemplaar. En die wou ik dan toch wel even officieel overhandigen namens de Stichting Nationaal Shemmarkt Neder. Het is natuurlijk fantastisch dat jullie door Idioor staan. Vond je al vanaf? Niet helemaal. Vanaf 2001. Ik geef het gewoon aan een van jullie. Wie kan het mee? Mag ik dat niet? Ja, dat is het. Pas hoor. Okay, ik kan in ieder geval dat zwart-wit exemplaar kan een keer de versnipperaar in. En dan kun je hem in ieder geval wat mooier tonen. Kijk dan, eens aan. Mooi. Ja. Ja. Nou, je hebt er maar een fleurig geheel van gemaakt. Ja. Ja, goed, het heeft wel wat te wachten natuurlijk, hè, voor komende jaren. Nou, moeten we horst overtreffen. Hè, ja. Wie verwacht wel wat van jullie? Maar ook, ik ga het ook doen van jou. Ja, ja, wie doet is net nou wat voor thema je hebt, maar verder. Ja. Het wordt weer Frans. Oh, het wordt weer Frans. Wie doet weer Frans, die gaat gewoon deuren met. Komt helemaal in orde. Die blijft op de Franse tour, dus... Dat is. Dus daar denk ik wel iets mee. Nou, we doen elk jaar ons best, dus dat gaat het jou weer. Maar helemaal goed. Maar goed, ik heb nog wat anders. En daar heb je natuurlijk niet verwacht. Nee. Nee, dat wist ik. Karin en ik zitten nog in een ander bestuur. Oh ja? En ik zeg nog niet wat. Nog even tegen mij toe. Als oud-oprichter van de historische vereniging Noordic. Maak hem maar eens los. Maak het weten. Ja? Maak hem maar eens los. En dan zal ik alleen wat meer vertellen erover. Ik moest een beetje onder valse voorwensen moest ik hier deze kant op komen. Om jullie bij elkaar te krijgen. Ja, ik hoor het niet van verrassing. Wie kunnen dat eerder overvallen? Ja, dat is voor mij de hele verrassing. Dat is niet prima. Oké. Ja hoor. Ja hoor. Ja, hoor. Ja. Mooi. Genomineerd. Nee, zo. Prachtig. Ja, genomineerd in ieder geval voor de Cultuurprijs 2013. Ik wil niet zeggen dat jullie nu al de winnaar wordt. Er wordt nog een paar meer genomineerd. Ja. Die naam kan ik nog niet noemen, omdat ze nog niet bezocht wordt. Ja, dat is wel bekend. Dat binnenkort is wel bekend. Op 22 maart is de echte definitieve gebeuren. Bij Kuppers in Reemwallen. Okay. Komt je ook een keer over de grens heen? Ja. Door wie nooit. En je bent in Noordiek begonnen, dus nee. Toen Noordiek, toen Lochhuis, en toen gewoon Reemwallen. Okay. En 22 maart is dan, ja, met jullie uiteraard als bestuur zijn, de Udenhurt, Kriet nog officieel dichter van. Okay. En uitnodigingen ook zo geraakt. Wie weet... Een kroon op ons. Ja, ja, zeker. Wie heeft die bedacht is een officiële jury. Zo zijn we dat nooit op de handen draaien. Ja, het is heel jong. Kan er op ingeschreven worden. Via internet of brieven of wat dan ook. En wordt dus mensen wisten die blik waar jullie aangeschreven hebt. En de jury heeft uit die aanmelding de keuze gemaakt. Die wordt een aantal uur komen, onder andere met jullie. Oké, heel fijn. Heel fijn. En is dat zo? Ja.